het is zo intensief werkje. Je bent ook echt alleen maar bezig met hoe al die stukjes tape op het lichaam terechtkomen. Je bent eigenlijk ook met niks anders om je heen bezig. Dus ik ben ook echt altijd best wel kapot na zo'n shoot. Van een paar stukjes tape plakken, ja. Ik ben wel uit kleren, maar er zit wel tape op. Dus dat is met bodyprint precies hetzelfde. Dan heb je gewoon ook een broekje aan, maar er zit wel paint overheen. Dus ja, echt naakt ben je eigenlijk niet. Schiedam en Rotterdam gaan uit de kleren voor de winterfair in Ahoy. Op het moment dat je denkt, van, yes, ik heb hem. En dan komt hij en dan zie je hem. En dan ga je schuiven en dan ga ik dat in positie brengen. En op een gegeven moment dan voel je van, ja, dit gaat hem worden. Hou vast. Als alles valt samen... Dit wordt een spannende plaat, dan ga je boetseren. Dan vingers en handen, die zijn heel belangrijk. Ja, precies zoals je zegt, als plakspul. Ja, nee, ja, echt. Ja. Dat moet er dadelijk ook nog af natuurlijk. Ja, daar kijk ik wel een beetje tegenop. Ja. Dat maar je bent goed geschoren, toch? Ja. Nog een keer. En ik denk dat het wel heel interessant is dat twee artiesten één kunstwerk op een verschillende manier kunnen laten zien tijdens de expositie. En daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoe mensen dat zullen ontvangen. Heb je lamme handen van het knippen? Nee, het valt me ja, meer in mond, want ik stop mijn schaar altijd in mijn mond. Niet bij elkaar, hè? Ja, dat is mijn eerste hele grote expositie, denk ik. Dus, spannend in je eigen stad. Ja, leuk eigenlijk wel. Ja, super we gaan nu ja. Eens even gewoon kijken hoe dat er uitziet. En of dat een beetje naar mijn wens is. Kom naar de expo op de Winterfair. We gaan het doen. Rotterdam Ahoy!